Okay, that is super rare. It is my first video in het Netherlands. It's a challenge, but this is the man from the challenge. So what I need? Okay, vandaag ga ik naar Arnhem. No, naar Dukenburg. Sorry. Ik heb een verrassing voor jullie. It's a new look for me. And yeah, ik moet racen. Nu heb ik gekocht een nieuwe abonnement voor vandaag. Alleen voor vandaag. It's a weekend ride met wat. Ik kan racen helemaal gratis in het weekend. En de abonnement kost 34 en is voor de hele maand. Zo is beter voor mij. Oké, op dit moment ik ga iets in het Spaans zeggen, want is voor Siri. En Siri spreekt geen Nederlands. Nog niet. Dat is typisch voor mijn video's. Oye Siri, ¿qué fecha es hoy? Es sábado. 15 de abril de 2023. Dit heet integratie. In het Spaans wij zeggen holandizados. Met mijn broodje. Oké, ik zal mij even voorstellen. Mijn naam is Manuel Rodriguez. Ik woon nu 4 jaar in Nederland. Ja, mijn moeder heeft een Nederlandse man en zij woont hier. Daarom ben ik naar Nederland gekomen. Ik ben content creator. Ik maak video's voor social media, vlogs voor YouTube. Ik heb mijn eigen kanaal. Ik maak TikToks, Instagram en ik heb ook een website over Nederland. Mijn content is bijna helemaal over Nederland. Bijna. 90%. Over het leven in Nederland als Latino. Hoe is Nederland om te leven, om te werken? Het weer, de stadjes, de dorpen. Ja, verschillende thema's. Ik organiseer ook evenementen voor de Latin community. Ik heb een Latin community. My followers, maar is meer dan followers. Want we hebben sommige dingen gedaan voor die mensen wat follow me. Ik weet niet. En is. Ja, is like a party, like een feestje, Latin feestje, maar meer dan een party. Is een feest, maar ook met andere elementen. Bijvoorbeeld live music, singers, dancers, shows, Latin food. Latin food klinkt beter dan Latin eten. Is een beetje raar voor mij. Maar zo, daarom de naam is The Latin Experience. Want is meer dan een feest, is een experience. En dat is leuk. Leuk is een mooie woord van de Nederlandse taal. Leuk. Ik kan niet vertalen, is een gevoel. En is een mooie woord. Is als acogedor, chévere. In Venezuela is chévere. Leuk is chévere. Ja, dat was het. Toen ben ik naar Nederland gekomen. Ik woonde voor 2 jaar ongeveer tussen Gennep, Limburg en Grave, Noord-Brabant. Tussen die 2 dorpen bij mijn familie. Nederlands? Geen Nederlands. No, Engels. Spanje. Spanje. No, soy español. Yeah. Ah, sí, ah, sí. No, ¿cuántos tienes? ¿De vacaciones? ¿Eh? No, de intercambio. ¿Intercambio? Wow. ¿En dónde? ¿Neimígeno? Quiz. Cake. Okay. Este. Suscrito a su canal. Suscribirse. Maar daarna, ik dacht, oké, ik wil meer content maken. En ik denk, de beste plek voor content creation is in Amsterdam. Want is de hoofdstad, iedereen komt naar Amsterdam, niet naar andere dorpen of niet naar andere stadjes. Misschien Rotterdam, misschien een kleine dorp bijvoorbeeld. Zaandam is een stadje, maar Sanseschans, Volendam en zo. Maar voor mij was moeilijk wonen in die kant van Nederland. Dit is het eerste winkelcentrum in Nederland dat ik tegenkwam. Een nieuwe woord voor mij. Ik heb nooit gehoord. Maar ja, dat is een belangrijke winkelcentrum hier in Nijmegen. Is normaal, maar is niet zo mooi volgens mij. En ik dacht, oké, de winkelcentrums in Nederland zijn niet zoveel interessant. Maar andere winkelcentrums zijn echt mooi.
bijvoorbeeld Catherine Hoog van Utrecht. Ik hou van niet zeggen in Venezuela, bla 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 bla. Ja, in Venezuela, in winkelcentrum, je vindt cinema toch? Bioscoop, game rooms, bekende merken, echt mooie plekken om te eten en zo. Is een goede ervaring te gaan naar een winkelcentrum in Venezuela. En hier is meer, boodschappen te doen. ik ben hier. Iets wat is moeilijk voor mij is de G. Oh, was moeilijk? Nou, niet meer. Want in Venezuela begrijp niet deze uitspraak. G. In andere landen van Latinoamerika, bijvoorbeeld Mexico, daar hebben de G. En zeggen mujeres, joder, in Spain. España, España, is joder. Maar in Venezuela wij zeggen mujeres. En joder, tajadas, 11J, is super zacht. En hier wij moeten zeggen gratis, Nijmegen, Scheveningen, Schiphol, zoveel woorden met die G en similar pronunciation. Similar uitspraken. Uitspraken. En dat was een moeilijke ding om te leren voor mij. Sabemos que el holandés no es algo tan fácil para aprender para los latinos, pero como pueden ver, ahí uno va, aprendiendo poco a poco. Sigo aprendiendo, trato de mejorar cada día, aún así me faltan muchas cosas por aprender, pero la idea es mejorar cada día un poquito más. Ese es el truco. Al principio te vas a sentir frustrado porque no entiendes nada, pero si aprendes una, dos palabritas día por día, ya después vas a saber decir hello, ya después vas a decir juhatet, ya después vas a decir ik ben, y así poco a poco. O sea, es frustrante porque no te puedes comunicar al principio, pero si no empiezas a hacer cosas poco a poco para mejorarlo, tu situación no va a cambiar. Y aún yo, con este holandés mocho que tengo, sigo teniendo frustraciones. Pero esas frustraciones no me van a frenar, sino que se convierten en mi motivación para seguir aprendiendo. Y eso me gustaría transmitirles con este video, que nunca se frenen y sigan aprendiendo, porque cada día pueden ser un poquito mejor en el idioma. Dar ese extra de conocimiento los va a hacer sentir más integrado y mucho mejor en este país con el idioma. Es por eso que quiero presentarles el sponsor de este video, que es Fitfortal, una academia de idiomas especializada en enseñarte el holandés, el inglés e incluso el español desde tu idioma nativo. Si tu pareja es holandés, por ejemplo, y él quiere aprender español, pues Fitfortal te enseña español desde el holandés. Pero en tu caso, como hablas español y quieres aprender holandés, ellos te enseñan el holandés desde el español. Claro, mientras vas mejorando, porque a medida que vas mejorando ya cada vez se usa menos el español, más el holandés, hasta que llega el punto donde todo es en holandés o casi todo. Y eso es lo bueno, porque hay esta progresividad de la que estamos hablando. Fitfortal tiene excelentes programas de estudio que se pueden adaptar a ti. Es completamente online, aunque si buscas algo diferente, algo presencial o algo combinado, siempre puedes contactarlos y ver qué diferentes opciones tienen. En mi caso, he estado estudiando completamente online. Ellos te envían un libro hasta tu casa, que es el NT2A, una de las mejores metodologías para aprender el holandés. Y con base a eso, vas viendo tus clases virtuales dos veces por semana. Esa ha sido mi experiencia y ha sido maravillosa. Si a ti te gustaría mejorar tu holandés o empezarlo desde cero, que no se te olvide el nombre de Fitfortal. Y mejor aún, que no se te olvide este 25% de descuento que te llevas por simplemente estar viendo mi video. Porque sí, ellos me dieron un código 25% de descuento al que puedes aplicar con el enlace que te voy a dejar en la descripción. By the way, ik ben niet het woord o eensin voor zeggen by the way in het Nederland. Maar ik ben in de winkel van mijn nieuwe klassen. Nederlandse W is niet glazen, is brillen, maar ik vergeet dat soms. En op die dag, de man van de winkel, van de optica, zegt tegen mij, de brillen, niet de glazen. En hier was ik niet zo hard praten, want was mijn eerste keer in het Nederlands een video maken. En het was super raar voor mij, want normaal niemand begrijpen. Als ik in het Spaans over Nederlands praatte, bijna niemand begreep het. Maar als ik over Nederland in het Nederlands praatte, iedereen kan begrijpen. En dat was een nieuwe gevoel voor mij. En muchachos, ik heb hier zoveel foutjes met de grammatisch.
gramatisch por twee dingen. Eén is de ritmo van de conversatie met de camera. Want normaal, ik zeg de helft van de zin en daarna ik denk de rest. Maar met de Nederland is een beetje raar, want de werkwoorden zijn verschillende. Je moet eerst de persoonvorm zeggen, daarna de eerste werkwoord, daarna de rest van de zin en de laatste positie de andere werkwoord. Maar soms ik zeg oké, ik moet kopen een nieuwe lamp. Zo is mijn Spaanse hoofd. Maar als ik in Nederlands zeg, ik kan niet. Want normaal moet ik zeggen oké, ik moet die lamp kopen. Maar ja, is, ja. Daarom heb ik die foutjes gemaakt. En voor de andere kant, ik heb problemen met de als. Want ben nieuwe grammatisch aan het leren met mijn lessen. Ik ben nieuwe woorden en inversie aan het leren met de als of. En nou ik heb de theorie, dat is goed. Maar ik heb nooit de theorie gestudeerd. En dit zijn nieuwe dingen voor mij. En ik weet dat normaal is zonder denken. Ik weet niet als iets zonder denken goed is. Ik zeg, oké, als ik naar Arnhem ga, moet ik bla 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 kopen. Maar ik ben met de theorie en soms ik zeg, oké, als ga de werkwoord en daarna, oké, als ga ik dat kopen. En het is een beetje raar voor mij. That's why. En daarom, ik maak zoveel foutjes hier. Maar ook, ik heb zoveel foutjes met de grammatisch. Daarom ben ik studeren. Met Fit Vertaal. De bril is klaar. Ja. Maar we moeten proberen, toch? I know. Ja, dat gaan wij doen. Mijn zus zegt, oké, ik kan me ophalen, maar je moet een beetje proberen en zo. Klopt. Hey. Nou. Mijn eerste keer. Daar je handen vast. Zet de camera maar daar even neer. Ja, je bent alleen, hè. Dank. Okay. Ik heb de contactlenzen. Ik moet ophalen. Primero. De tweede. Ik kan niet zien. Oké. Ta-ta-ta-ta. Oh, tak. Ik ben adretje. Ja. Dankjewel. Oké, en de andere? Oké, dat is. Oké, mooi. Dit zijn andere glazen, toch? Ja, dit zijn andere glazen. Klopt. Oké. Het is niet normaal, het is mijn eerste keer met brillen. En. Ja, is goed, maar een beetje raar omdat. Die kan niet goed zien, maar hier wel. Oké, yo creo que. Oké, ik denk vanaf hier beter dan vanaf hier. Ik moet zo praten. Nou is de moeilijke moment. Pinnen. Ja, het moment dat je niet wilde. En dan toch moet het, hè? Oké, mijn nieuwe personaliteit, identiteit. Wat raar. Maar ja, het begin. Ay, pero qué guapo con esas plantas. Todavía no lo he mostrado. Ah, je moet niet aan het praten. Vandaag. Sí. Ja. Is goed, voor mij is goed. Mooi bril. Ja, maar het is de einde van de video.